Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een make-up video en vandaag ga ik een full face met... Valt mijn stem nou weg? Wat is dit? Vandaag ga ik een full face make-up look doen met alleen maar Catrice producten. Ik ben echt gek op Catrice. En laatst had ik ook nog wat nieuwe items ontvangen van de nieuwe collectie. En daarnaast heb ik ook nog in mijn kast lopen graven of ik nog meer Catrice producten had. Om zo dus een full face make-up look te kunnen creëren. En dat is wat ik vandaag ga doen. Dus ben je benieuwd? Blijf dan gezellig even kijken. En ik zou het super tof vinden als je deze video een duimpje omhoog zou willen doen. Als je de video leuk vond natuurlijk. En als je zou willen abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel gaan beginnen. Ik begin met een primer en deze heet Goodbye Pores. Nou, dat is dus ideaal voor mij, want ik heb best wel grote poriën op mijn neus en hier en hier en overal. Dus dit is de primer die ik nu op ga doen. En dat breng ik vooral aan rondom mijn neus en hier en op mijn kin natuurlijk, omdat daar de meeste poriën zitten. En de rest verdeel ik natuurlijk over mijn hele gezicht. Nou, omdat dat nog niet genoeg geprimed is, gebruik ik ook nog deze spray. Dus ik ga mijn gezicht vandaag een beetje dubbel primen. En hopelijk blijft daarom mijn make-up ook wat langer zitten. Zo, dat zit erop. Ik vind deze echt zo lekker ruiken. Voor mijn foundation, en hier baal ik echt ontzettend van, ik heb dus geen Catrice foundation meer. En ik was ervan overtuigd dat ik het wel zou hebben, maar dat heb ik niet. Dus ik gebruik even een foundation van Essence. En dit is de Camouflage 2-in-1 foundation en concealer. Ik kan me herinneren dat ik deze heel erg fijn vond toen ik hem had gebruikt. Ik heb hem niet zo heel vaak gebruikt. Maar de keren dat ik het gebruikte, vond ik het heel fijn. Dus ik ben benieuwd wat ik er vandaag van ga vinden. Ja, het is een vrij lichte foundation zoals jullie kunnen zien. Maar we gaan het gewoon een beetje opbronzen en dan... komt het wel weer goed. Oké, wow, ik ben wel echt een spook geworden. Oh. Wat ik ook ineens in mijn kast terugvond, was deze concealer. En ik dacht echt dat die al helemaal op was. Maar zoals je kan zien is die bijna op, maar er zit nog wel wat in. Was echt een hele lange tijd een van mijn meest favoriete concealers. En momenteel dacht ik dus dat ik helemaal geen concealers meer had. Maar dan ga ik binnenkort hem even weer opnieuw kopen. Maar dit breng ik aan even onder mijn ogen. Mijn ogen zijn ook echt een beetje rood en geïrriteerd. Ik weet niet of wat jullie is opgevallen. Maar ik had gisteren echt een disaster met make-up. Want mijn ogen waren zo erg aan het tranen. En ik moest steeds mijn oogmake-up verwijderen en weer opnieuw doen en weer verwijderen en weer opnieuw doen. En dat was echt een drama voor mijn gezicht. Dus vandaar dat mijn ogen vandaag nog steeds zoiets hebben van, oh my god, wat heb je mij aangedaan? Ik zal trouwens alle gebruikte producten even in de beschrijving zetten, dus dan kan je dat even nog nalezen. Oké, mijn concealer zit erop en normaal gesproken zou ik dus nu mijn gezicht gaan afpoederen. Maar ik heb nog iets anders in mijn kast gevonden en dat is iets wat ik niet echt vaak heb gebruikt. Ik heb hierna namelijk een contourstick van Catrice. En dit is hoe die eruit ziet. En gezien ik best wel bleek ben, denk ik dat ik hier heel wat van nodig ga hebben. Ik gebruik eigenlijk niet echt graag zo'n soort contourstick. Want ik vind het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Maar vandaag gaan we het wel even doen. Dus dan ben ik ook benieuwd hoe het mij gaat bevallen. En dit ga ik vervolgens proberen uit te blenden. Oei, dit is heel erg moeilijk. Oh god. Nou. Ik heb eigenlijk alleen maar mijn foundation weggeveegd. En verder is het resultaat niet heel mooi. Volgens mij was dat ook de reden waarom ik het eigenlijk niet meer heb gebruikt. Ja, ik snap ook gewoon niet heel goed hoe dit allemaal werkt. Ik ben gewoon niet zo van alle cream producten. Geef mij maar lekker een poedertje hoor. Oh, deze kant ziet er op zich wel goed uit. Of niet? Beetje vlekkerig wel. Ja, hier is het echt wel lelijk geworden als ik het zo van dichtbij zie. Nou, we gaan maar even blenden. Oké, voor de poeder gebruik ik deze.
Dit is de Nude Illusion poeder van Catrice natuurlijk. En het is gewoon een losse poeder wat ik eigenlijk wel fijn vind. Niet zo heel fijn in gebruik, maar ik merk dat dat voor een vette huid beter werkt dan een compacte poeder. Als allereerste ga ik natuurlijk mijn ogen even afpoederen. Dat doe ik even met de Beauty Blender, want ik merk echt dat als mijn ogen niet goed afgepoederd zijn, dat ze dan, ja, dat mijn mascara dan ook gewoon gaat afgeven. En dan gaat mijn concealer ook alleen maar meer creasen. En dat wil natuurlijk niemand. Dus dit doe ik even heel erg royaal. En dan ga ik de rest afpoederen met een grote poederkwast. Zo ga ik het ook een beetje blenden. Oké, ik merk wel echt dat ik lijk en lijk bleek ben. Dus ik heb wel echt wat kleur nodig in mijn gezicht. En helaas had ik ook weer geen andere bronzer in mijn stash dan de contourstick. Dus ik pak weer even eentje van Essence. En dit is de Mosaic Compact Powder eigenlijk. Maar deze is dus vrij donker. Dus ik vind hem heel erg fijn om als bronzer te gebruiken. Omdat het heel erg natuurlijk oogt. En hier ga ik echt heel veel van opdoen. Lekker met een grote kwast. Want ik heb heel erg kleur nodig in mijn gezicht. Oh, ik krijg mijn pukkel gewoon niet bedekt. Ik heb nou al zo vaak concealer eroverheen gedaan. Maar dan ga ik weer overheen met de poeder. En dan is alles verdwenen. Dus dat is een beetje jammer. Maar dan gaan we gewoon met z'n allen die pukkel even negeren. Nou, ik vind dat ik alweer wat gezonder eruit zie in mijn gezicht. Minder bleek in ieder geval. En wat wel leuk is, is dat ik wel een nieuwe blush heb van Catrice. En deze ziet er echt heel erg mooi uit. Dit is namelijk hoe die eruit ziet. Het doet me wel een heel klein beetje denken aan L'Oreal op een of andere manier. Want volgens mij hebben ze een blush die hierop lijkt. De kleur vind ik ook heel mooi. En ik vind hem er gewoon echt heel mooi uitzien. Ook gewoon met al die verschillende kleuren bij elkaar. En die vormpjes erin. Dus ik vind het echt helemaal leuk. Oké, ik ga er eerst even een beetje lichtjes in. Tenminste, dit is niet lichtjes meer. Ik ga hem even aftikken. En dan ga ik hem lichtjes aanbrengen. Oké, dit is de kant met de blush. En dit is zonder. Dus je ziet hem wel echt heel duidelijk zitten. Oké. Nu heb ik weer te veel opgedaan. Echt, waarom gebeurt mij dat elke keer weer? Dan gaan we weer een beetje blenden. Die is uitgeblend en dan ga ik even mijn wenkbrauwen doen. Voor degenen die hem nog nooit hebben gezien, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, is dit hoe die eruit ziet. En er zitten dus twee kleuren in. En die meng ik eigenlijk samen met elkaar. En dat breng ik aan op mijn wenkbrauwen. En ik gebruik nog steeds eyeliner kwastje van Kruidvat eigen merk. Zo, ik zit in één keer mijn wenkbrauwen te doen en ik heb ze dus vanochtend geëpileerd en ineens denk ik van, wow, er is niet meer zoveel van over. Oké, de wenkbrauwen zitten erop en we gaan nu door naar iets heel erg leuks. Ik denk dat dit mijn favoriete gedeelte wordt van de video. Want ik heb dus een nieuw oogschaduwpaletje gekregen. En ik vind hem echt heel erg mooi. Ook gewoon mooi vormgegeven. Ik zal even dat plasticje eraf halen. Dit is hoe het doosje eruit ziet. En dit is de binnenkant. Dus ja, ik vind de kleuren ook heel erg mooi. Dat paarse vind ik heel leuk. En gewoon, het is wel echt een mooi palet om naar te kijken zo. Er zit dus ook een spiegel in voor degenen die dat handig vinden. Ik hoop alleen dat mijn ogen mij niet in de steek gaan laten en niet in één keer weer gaan tranen, want daar heeft niemand tijd voor. Als eerste ga ik dus deze twee kleuren gebruiken in mijn crease. En ik twijfel heel erg over de look van vandaag, want ik wil dat paarse kleur eigenlijk wel gebruiken. Het is wel echt een cool paletje. Er zitten veel coole kleuren in. En ik ben zelf natuurlijk wat meer van de warme tinten. Maar op zich is dat ook niet zo heel erg. Dus mijn crease is dan ook heel erg cool. Want dit zijn een beetje grijzige bruin tinten die ik hier heb gebruikt. Ik heb hier wel een gat. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En die heb ik soms. En ik heb altijd gedacht dat het aan mijn ogen ligt. Maar ik kwam erachter dat sommige oogschaduwen dat wel creëren, zo'n gat in mijn ooghoek. En sommige niet. En ik merk dat als oogschaduw wat droger is, dat ik wat meer kans heb op zo'n gat in mijn oog. En dat is wel wat ik heb gekregen. Dus het voelt ook wel wat aan de droge kant. Dus op zich niet erg. Maar misschien in combinatie met mijn
huid op mijn ogen en een droge oogschaduw, dat dat niet helemaal lekker werkt. Maar goed, ik heb dan ook hele geïrriteerde ogen, dus ik weet niet zo goed waar het op dit moment aan ligt. Oké, om toch wat warmte terug te brengen in mijn oog, ga ik deze kleur gebruiken. Een super mooie rode kleur. Ik weet niet of die wel echt warm is, gezien het hele paletje wel echt heel cool is. Dit ziet er alweer een stuk warmer uit, toch wel. Maar ik vind hem ook echt moeilijk in uitblenden. Er is echt zo'n lijn die ik gewoon niet wegkrijg. Oké, dus ik kom net achter, terwijl ik deze magische oogschaduw look net heb gecreëerd, dat ik het helemaal niet meer heb gefilmd. Dus nadat ik mijn crease had gedaan, ging ik terug in het oogschaduwpaletje en heb ik toch de paarse kleur gebruikt. En ik heb dus een overgang gemaakt van drie kleuren. Beginnend aan de binnenkant van mijn ooghoek, toen in het midden en toen bij mijn buitenste ooghoek. Dus ik heb als eerste deze kleur gebruikt. Die heb ik ook gebruikt als mijn binnenste highlighter als het ware. Toen ging ik door naar deze kleur hier. Die heb ik aangebracht met mijn vingers. Want zo kwam er wat meer kleur vanaf. En uiteindelijk heb ik in de buitenste ooghoek deze kleur aangebracht. En heb ik het allemaal samen geblend. En dat is eigenlijk het enige wat ik heb gedaan. En ik vind het echt super storend dat het dus misgegaan is met filmen. Ik ben eigenlijk heel erg aan het nadenken over of ik wel echt een eyeliner vandaag op wil doen. Want eigenlijk vind ik mijn look zo ook heel mooi. En ik denk dat een eyeliner het heel erg zal verzwaren. Verzwaren, is dat een woord? Dus ik ga mascara aanbrengen. En dit is de Iconista mascara. Deze hebben ze al eerder op de markt gebracht. Maar nu is die ook waterproof. En normaal gesproken gebruik ik geen waterproof mascara's. Want ik vind het moeilijk met afhalen. Maar vandaag denk ik dat dat echt het beste is. Want ik voel dat mijn ogen steeds blijven tranen. En dan is een waterproof mascara toch best wel handig. Dit is hoe mascara eruit ziet. En dit is het borsteltje. Dus die ga ik even aanbrengen. En dit is hoe mascara en mijn ooglook er nu uitzien. Ik moet zeggen, mijn ogen zijn zo gevoelig. Ik doe echt mijn best om alle tranen binnen te houden. Echt, het is niet normaal. Ik weet niet wat ik heb, maar het is niet goed. Dan wordt het natuurlijk ook tijd om wat glow in mijn gezicht terug te brengen. En dat doe ik met dit nieuwe paletje van Catrice natuurlijk. Deze hele video is over Catrice. En dit is hoe het paletje eruit ziet. Dus ik vind hem echt heel mooi eruit zien. En dit zijn de kleuren die erin zitten. Er zit dus een soft highlighter in voor de mensen die dus niet van heftige highlighter houden. Een highlighter en een bronzing highlighter zit erin. En ik ga voor de middelste kleur. Dat is namelijk de highlighter. Zo, dat mag wel lekker veel zijn. Maar het is wel fijn dat er dus ook een soft highlighter in zit. Want die kan je bijvoorbeeld dragen naar werk of naar school. Als je niet zoveel zin hebt in een heftige highlighter. En op feestjes kan je dan deze gebruiken. En de bronzing highlighter is natuurlijk super mooi voor in de zomer. Nog zo hier boven mijn lip. En dan gaan we door naar de lipstick. En ik heb eigenlijk twee lipsticks. Maar ik weet al welke ik ga opdoen. Want eentje is mat en de ander is glossy. En jullie mogen al raden. Tada, natuurlijk ga ik voor de matte. Maar ik ga even de kleuren laten zien. Dit is een Lip Glow Glamorizer. En dit is in de kleur 010. Dit is dus echt een lipstick met shimmer erin. En dit is de matte. Ik vind de verpakking ook echt super mooi. En dit is de kleur. Het is echt een beetje Barbie roze. Dus ik vraag me af hoe dat gaat staan. Oh ja, wow. Het is zo fel. Nou, met deze kleur ga je zeker de show stelen. Dit is trouwens 020. Ik vind het een aardige mismatch met mijn ooglook. Wat vinden jullie? Ik vind het echt veel te heftig bij elkaar. Maar goed, dit was natuurlijk wel alweer mijn look van vandaag. Dus laat me even weten wat je ervan vindt. Ik moet ook echt iets aan mijn haar doen. Het is vandaag zo plat. Echt, kan het wat meer omhoog staan? Ik heb die struggle echt bijna elke dag. Anyways jongens, heel bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doei doei!